Welkom, mijn naam is Roberto Alvarez en vandaag gaan we kijken naar paragraaf 1.3. Vergelijk jij voor je koopt? Dit zijn de drie lesdoelen van paragraaf 1.3. Hoe kun je een vergelijkend warenonderzoek gebruiken? Welke consumentenorganisaties zijn er? En als laatste, wat zijn keurmerken? Wat zijn nou eigenlijk consumentenorganisaties? Er zijn een viertal kenmerken die deze organisaties hebben. Ten eerste zijn het eerlijke en onpartijdige organisaties die informatie gaan geven. Ten tweede komen ze op voor de belangen van de consument. Ten derde geven ze info over de rechten en plichten die wij als koper hebben. En als vierde kunnen ze actie gaan voeren bij fabrikanten of bij de overheid. Hier rechts zien we een overzicht waarbij we vier verschillende consumentenorganisaties zien, de ANWB, voor mensen die gebruik maken van de weg, Rover, voor reizigers met het OV, de Consumentenbond, die testen allerlei producten, en als vierde vereniging Eigen Huis, en die komt op voor de belangen van huizenbezitters. Laten we even kijken naar een vergelijkend warenonderzoek. Links zien we hier één van, en wat is het nou eigenlijk? Een vergelijkend warenonderzoek wordt gedaan door allerlei consumentenorganisaties. We hebben er net al een viertal gezien. Hierbij noem ik nogmaals de ANWB en de vereniging Eigen Huis. En in zo'n vergelijkend warenonderzoek gaan ze dus een onderzoek doen naar de prijs en de kwaliteit van producten. En daar maken ze een overzicht van, vaak in de vorm van een tabel zoals we die links zien. En dan kunnen wij als consument heel duidelijk gaan kijken naar allerlei criteria waar dit product op getest is. Uiteindelijk kunnen we voor onszelf een keuze gaan maken welk product we dan willen gaan kiezen. Vaak geven ze ook een testoordeel met een bepaald cijfer, zodat voor de consument nog duidelijker wordt wat nou een goed product is en welke de mindere zijn. Uiteindelijk bepaal jij als consument welk product je gaat kopen. Consumer power. Wat is dat nou eigenlijk? Het is een Engelstalig begrip. Vertaald naar Nederlands zou het betekenen consumentenkracht. En de bedoeling is dat je invloed op de fabrikant gaat uitoefenen door als groep consumenten op te gaan treden. Hier zijn uiteraard voorbeelden van. Je kunt samen gaan protesteren of je kunt zeggen we gaan massaal een product niet meer kopen. Hoe dan ook, het doel is dat je een fabrikant gaat bewegen om te gaan veranderen. Hier rechts zien we een voorbeeld van. En de bedoeling was dat de pelsdierkwekerijen uiteindelijk gesloten zouden gaan worden. De huiden van pelsdieren gebruiken ze bij het verwerken en het maken van jassen, vaak in de vorm van bontkragen. Keurmerken. Er zijn een hele hoop keurmerken en uiteindelijk moet het de consument de zekerheid geven dat het product of de producent aan een bepaalde eis voldoet. Nu kennen we er 10 soorten, laten we even verder naar kijken. Dit is een voorbeeld van een keurmerk, de Fairtrade. Vroeger heette dat het Max Havelaar keurmerk. De doelstelling hiervan is dat de maker, dus de producent, vaak boeren in ontwikkelingslanden, dat die een eerlijke prijs krijgen voor een eerlijk product. Als consument zul je daardoor iets meer moeten gaan betalen dan de goedkopere merken die te vinden zijn in de supermarkt. Een ander keurmerk is het Eco-keurmerk. Dat keurmerk is een wevengroepen voor het keuren van biologische producten. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de basisstof van paragraaf 1.3. Bedankt voor het kijken en succes verder met het voorbereiden van de les.